Fijn dat u in zulke grote getalen bent gekomen. Het archief leeft. Ik ben ook erg blij dat vertegenwoordigers van de 12 gemeenten die onder het regionaal archief Tilburg vallen, of wij vallen eigenlijk onder die 12 gemeentes, maar net hoe u het wil zien, dat die aanwezig zijn. En dank voor uw komst. Fijn dat u er bent. En een bijzonder dank aan Marcella Hendricks, wethouder van de gemeente Tilburg, die zo dadelijk ook nog een woordje gaat zeggen. Morgen, vandaag en gisteren maken samen de toekomst. En dat is wat hier gebeurt. Het archief wordt over het algemeen geassocieerd met het verleden. Maar door de overstap naar de digitale wereld, waar u allemaal iedere dag mee te maken heeft, komt vandaag en morgen komt steeds dichterbij. En gebeurt ook hier in het archief. Dat betekent ook dat het archief een grotere urgentie krijgt. Nou ja, we openen vandaag het gebouw, maar we openen daarmee ook, dat probeer ik u net wel een beetje te zeggen, een nieuwe koers. En die nieuwe koers die geven wij niet alleen met het gebouw, geven wij die vorm en inhoud, maar die geven wij ook vorm en inhoud met een nieuw hoofd van het archief. Misschien Gert-Jan, wil je even opstaan? Dit is het, u heeft al in de krant kunnen zien. Ja, u mag applaudisseren, heel goed. En dadelijk ga ik u de verbouwing in 1 minuut 50 laten zien. Dat is heel leuk iets, timelapse. Misschien kent u het wel met de fotootjes achter elkaar. U mag er zo even van gaan genieten. Dus dadelijk gaan we op verschillende manieren het archief vullen. En één van die manieren is dat we heel graag een groepsfoto willen hebben. U ziet hier langs de wand, hè, ziet u foto's. En wij gaan ze dadelijk van u allen één foto maken. Die foto slaan we natuurlijk op in het archief. En dan over, nou ja, x jaar kunt u aan uw kinderen, kleinkinderen vertellen. Daar was ik bij. U wordt een archiefstuk. Houdt u dat wel even in de gaten. Ik ben, komt in! Dan worden jullie allemaal stil. Ja. Yeah. Nee, ik ga het toch zeggen. We gaan ze dadelijk met u allen gaan we het gebouw gaan we een beetje ontsieren. Want wij dachten, het ziet er allemaal zo mooi uit. Het is zo fantastisch geworden. En de recalcitranten in ons zeiden, daar moeten we iets aan doen. Want binnen de kortste keren wordt het toch alweer wat anders. Dus ik ga ze dadelijk mevrouw Hendricks vragen om als eerste op ons eigen zweetmuurtje een handtekening te zetten. En u mag daarna allemaal ook. En wij laten dat zo lang staan als dat wij het leuk vinden. In de hal, als we zeggen, nou we zijn er klaar, dan stukken we het gewoon weer over. En dan is het voor de nazaten om dat te vinden. U bent in het archief, hè? U heeft het in de gaten. Ja, wij schrijven hier historie. Hij is al bijna op. Hij mag op. Oh, mooi. Dit is een nieuwe logo. Ik vind het prachtig. Ja, toch? Het is de opening van het regionaal archief. En een hele belangrijke plek voor deze stad. Als je als stad en als je als dorp en als je als land, maar misschien ook wel als je als mens, je geschiedenis wil kennen en je eigen verhaal wil kunnen vertellen aan je eigen kinderen, aan je omgeving, aan je buren, ja, dan begint dat toch bij wat heb je meegemaakt? Wat is er gebeurd? En volgens mij is dat toch de essentie, misschien vergelijkbaar met het familiealbum waar Thijs het over had, van zo'n archief. Daar is niks stoffigs aan. Nou, misschien beginnen we dan maar met die vrijwilligers, dat ik u allemaal wil feliciteren met deze mooie plek, maar u eigenlijk ook wil bedanken dat u hier tijd in stond. En dan de medewerkers. Het lijkt me een geweldige plek om te werken. Wellicht komt het college hier af en toe vergaderen. Even een andere omgeving. En de stad wil ik feliciteren met dit nieuwe pareltje. Het archiefstuk is een kort document waarin we vastleggen dat we vandaag de verbouwing van het kazerne maken doen als u wilt. Dat wordt getekend door precies. En dat gaat ze wel doen. Probeer eerst maar even door, want het is een beetje ja? Ja, doe maar. Ja.
Hartstikke goed. Alsjeblieft. Dankjewel.